laatste rechte lijn is nu bereikt en het is Golden Avenue die nog altijd leidt. Golden Avenue met een lengtevoorsprong op Vakir Oldersson. Koos Wagerman die heeft een plaatsje prijs moeten geven, want die ligt nu aan de binnenkant. Command Scott die komt opzetten aan de buitenzijde. Maar Golden Avenue geeft vooralsnog geen krimp en is weggelopen. Heeft nu 2 lengtevoorsprong genomen op Vakir Oldersson. Maar daar komt Command Scott. En ook Vakir Oldersson wordt nu een spoortje naar buiten gebracht door Rob de Vlieger. Wat betekent dat Command Scott door het derde spoor moet. Maar vooralsnog is het Golden Avenue die leidt. En Golden Avenue laat zich nog niet piepelen. Want die heeft een 2-3 talenten voorsprong genomen. Taxi Dobie op afstand valt dan nog Vakir Oldersson aan. Maar Golden Avenue is de winnaar. En de zweep gaat omhoog. De tweede plaats voor Vakir Oldersson. Derde Taxi Dobie. 1-2-8 voorlopig. We kunnen de winnaar huldigen, dames en heren. Golden Avenue, de 6-jarige Bruine Ruin van Elien Dolon uit Volpik Simia. Voor Dennis Minema en Bas Krebas. De kilometertijd krijgt u zo dadelijk van mij. Maar we gaan over naar de huldiging. Rogier de Nekker. Dankjewel. Ja, ik loop altijd even mee met Dennis. Gesteund hier door zijn vader en zijn vriendin. Gas is alles. Gas is alles. Ja, dat is de enige manier om Taxi Dobie voor te blijven. Ja, dat was het relaas natuurlijk. Ja, zeker. Daar was ik het meest bang voor. En ja, Vakir Oldersson komt op mijn rug. Ik denk, ja, misschien als die op speed het laatste rechte lijn ernaast komt, misschien dat die er voorbij komt, maar die kwam niet eens in de buurt. Frans kwam nog even. Is dat zo? In de beginfase? Ja, in het begin, maar ik ga niet afrijden. Hij zegt even stuivertje wisselen, maar dat kan niet met deze. Je was blij? Ja, ik ben blij. Ik ga nu met hem naar Zweden. En wat ga je daar doen? Ja, koersen. Nee, dan moet je winnen om punten te vergaren. En hij heeft nu zoveel punten, dus ik hoop dat hij erin blijft op een grote dag. Dus daar gaan we. Dat is geen gras. Dat is geen gras. Nee, wel 1600 meter. Dat ligt hem ook wel. Interessant, interessant. Succes daarmee. Met deze winnaar Golden Avenue. Even gauw op de foto met de familie erbij. Zo wil Dennis het graag hebben. Zo even voor het Zweedse avontuur uit. Ik zei Dennis zijn vriendin, maar toen zei hij heel snel mevrouw. En dat is bij deze ook rechtgezet. Kunt in de handen van Golden Avenue. Dennis Minema, ijzersterke winnaars. En ook nog eens aan een prachtige coat. Deelnemers, start vrij. Start vrij voor de MIE-prijs, dames en heren. De 8e koers. Solo in de 2e band, nummer 8, Taxi Dobie. En de overige paarden, het 1e band, 1900 meter. Deelnemers rijden aan. En Taxi Dobie is de favoriet, ondanks de starthandicap. Ging ook erg goed in het voorwerk. Paarden naderen de startzone. Maken de volte. Draai in. En de start is gevallen. In één keer zijn we gestart. En het is na de start Andreas Wagerman die de leiding heeft genomen. Een mispasje zagen we daar voor Bastien Duchef. Maar die heeft het draf er alweer onder. We komen de eerste meters door. En het is Command Scott die zijn geliefde positie in het front heeft genomen. Maar een andere koploper in hart en nieren is Koos Wagerman. En daar komt hij al met zijn rode bodemlinker. Koos Wagerman schuin naast de leidende Golden Avenue. Command Scott die ligt dan als laatste van het leidend quintet. En aan de buitenzijde zien we dus Koos Wagerman nu ook inparkeren in derde positie. De positie zijn gekozen voor de beginfase van deze koers. In de ganse pas gaan we naar de overzijde van de baan. Met Golden Avenue aan de kop. En op de tweede plaats Vakir Oldersson. Derde is nu Koos Wagerman. Vierde Andreas Wagerman. Vijfde Command Scott. En zo gaan de paarden dan over de bult. Daarachter zien we dan nog Cocktail Bar. Met verderweg dan Taxi Dobie. En laatste van het peloton is Bastien Duchef. Met Golden Avenue aan de leiding gaan we langs het laantje van Jochems. Anderhalve lengte heeft hij voorsprong op Vakir Oldersson.
Derde positie is voor Koos Wageman, vierde Andreas Wageman, vijf Command Scott, zes is Cocktail Bar, zevende nu opkomend in het tweede spoor Tuxedo B en laatste is Bastien Duchef. Als de paarden nu de bocht ingaan en bij het indraaien van de laatste bocht heeft Golden Avenue nog altijd een lengtevoorsprong op Vakia Olderson. In aangesloten vorm ligt in derde positie dan Koos Wageman, Andreas Wageman ligt vierde, maar die krijgt nu het gezelschap van een opkomende Tuxedo B. Daarachter volgt dan Command Scott en in het tweede spoor Cocktail Bar. Laatste is Bastien Duchef. Als de deelnemers nu de laatste bocht gaan uitdraaien, richting laatste rechte lijn komen en dan nog 600 meters op het groene biljartlaken van Duindicht af te leggen. En die laatste rechte lijn is nu bereikt en het is Golden Avenue die nog altijd leidt. Golden Avenue met een lengtevoorsprong op Vakia Olderson. Koos Wageman die heeft een plaatsje prijs moeten geven, want die ligt nu aan de binnenkant. Command Scott die komt opzetten aan de buitenzijde, maar Golden Avenue geeft volgens nog geen krimp en is weggelopen. Heeft nu twee lengte voorsprong genomen op Vakia Olderson. Maar daar komt Command Scott. En ook Vakia Olderson wordt nu een spoortje naar buiten gebracht door Rob de Vlieger. Wat betekent dat Command Scott door het derde spoor moet. Maar volgens nog is het Golden Avenue die leidt. En Golden Avenue laat zich nog niet piepelen. Want die heeft een 2-3 talenten voorsprong genomen. Tuxedo B op afstand valt dan nog Vakia Olderson aan. Maar Golden Avenue is de winnaar. En de zweep gaat omhoog. De tweede plaats voor Vakia Olderson. Derde Tuxedo B, 1-2-8 voorlopig.